Goedemorgen. Ik heb een vlogcamera gekocht. Dus dit wordt de eerste vlog met mijn eigen vlogcamera. Superleuk. Klein beetje spannend, maar ik heb er zin in. En ik ga jullie meenemen naar een fotoshoot. En deze keer sta ik zelf niet achter de camera, maar voor de camera. Nou, ik heb net mijn make-up gedaan. Dat zit helemaal goed. En ik ga samen met Tessa op de foto. En we hebben een fotoshoot met uilen vandaag. Daarom dacht ik, dit is echt een perfect moment om dit een keer te gaan vloggen. We hebben een shoot bij Angela in Friesland. Dus we gaan zo die kant op. En ik neem jullie mee. Dit is Tessa en wij zijn er klaar voor. We gaan de weg op. Yay. We zijn inmiddels aangekomen op locatie. We zijn nu in Dokkum, Friesland, bij Angela en haar vriend. Tessa en ik hebben onze kleding aan voor de fotoshoot. Ik ga even de camera draaien. Oh. Dit is Angela met Lea. Norna. En dit is Norna en de vriend van Angela. Ah, fotomodel. Oh. Nou, wij zijn klaar om te shooten, dus dat gaan we doen. Yes. Hey, hold it, go. Even een outfit change gedaan. Andere outfits, andere styling. Tessa is nog bezig. En we hebben ook even een uilenwissel gedaan. Ik zal je even voorstellen aan de nieuwe uilen. Dit is Bjorn. Bjorn? Ja. En Bjorn is een Afrikaanse oehoe. Ja, ik geloof het helemaal. En dit is, hoe heet Dijla. Dat? Dijla. Oh, Dijla vind ik niet de zo leuk. De camera is heel lekker. Ik de camera kwijt. En Dijla is een Bengaalse oehoe. Dus we hebben twee oehoes nu. Klopt helemaal. Ja. Dijla, een Bengaalse oehoe. Wow. En ze is niet zo blij. Ze is een beetje camera-schuw, denk ik. Maar ze was wel heel leuk met de fotoshoot. De shoot zit erop.
Daila is ook klaar. Vond je het leuk, Daila? Dus we gaan zo weer omkleden en terug naar huis. Nou, we zijn super benieuwd naar de foto's. En dat was echt een super leuke ervaring. Super, doei!